Universiteit van Nederland. Hey, leuk dat je luistert. Sophie hier. In deze aflevering hebben we het over onze watervoetafdruk: de balans tussen hoeveel water we gebruiken en hoeveel we ervan hebben. Spoiler, we hebben een tekort. Rick Hogeboom van Universiteit Twente vertelt je er alles over. En hoe kunnen we beter beginnen dan met een kort stuk uit een van de bekendste gedichten van Nederland? Daar gaan we. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren, traag door oneindig laagland gaan, rijen ondenkbaar eilen populieren, als hoge pluimen aan, pluimen. aan de einde staan. De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze, veelkleurige dampen gesmoord. En in alle gewesten wordt de stem van het water, met haar eeuwige rampen, gevreesd en gehoord. Dit gedicht zegt dat de Nederlandse cultuur zeer verbonden is met water. Maar ook dat we dat water vaak zien als een vijand. We moeten uitkijken voor die altijd aanwezige mogelijkheid voor een overstroming. Daaronder ligt ook de aanname dat er altijd genoeg water is. Dus dat we ons misschien ook niet zo druk hoeven maken over een tekort aan water. Terwijl dat tekort een steeds groter probleem is. Wereldwijd is er steeds minder water beschikbaar om alle dingen te maken en te produceren die water nodig hebben. Alles wat we kopen, wat we dragen, wat we eten, wat we in en om huis gebruiken. Dat allemaal bij elkaar. Dat noemt Rick onze watervoetafdruk. Ik ben wel benieuwd. Misschien kun je voor jezelf wel bedenken hoeveel water denk je eigenlijk dat je gebruikt. Gewoon op een gemiddelde dag. Waarschijnlijk denk je nu aan het water dat je in en om huis gebruikt. Het water voor het wassen, voor het douchen, voor het koken. Waar je ook je rekening voor krijgt van je drinkwaterbedrijf. Dat is waarschijnlijk wat je in gedachten hebt. Dan zal dat ongeveer. Nou, pak een beetje 160 liter per persoon per dag zijn. Misschien een keer 100, 120 als je erg zuinig leeft. Uh, kan nog wat meer zijn als je wat langer doucht en als je dat heel fijn vindt. Maar dat is nog lang niet alles. We hebben nog veel meer water nodig. Het water dat nodig is voor het produceren van ons eten, van de kleding die we dragen, van de spullen die we kopen, van de energie die we opwekken. Al die dingen hebben heel veel water nodig in de productie. Neem een kopje koffie. Er zit niet zo heel gek veel water in het kopje zelf, maar voor de koffiebonen om die te produceren is 130 liter water nodig voor één kopje koffie. 130 liter. Dus dat telt al aardig op. Dan hebben we het alleen nog maar over de koffie. Een gemiddelde spijkerbroek, 8000 liter. 8000 liter zeg je dan, waar komt dat dan allemaal vandaan? Nou, dat zit dus in die hele keten van hoe die spijkerbroek geproduceerd is. Dat begint vaak met het telen van de katoen, maar ook met het verven van de stof. Waar ook vervuiling bij komt kijken. En dat meten we ook mee in dus die watervoetafdruk. Of wat dacht je van een stukje vlees, rundvlees? Een biefstukje is al gauw 3000 liter water. En een andere heel intensieve is chocola. Heel vervelend, mijn favoriet. Uh, maar een heel waterintensief product. 1700 liter voor een reepje van 100 gram ongeveer. Een t-shirtje, 2500 liter voor een simpel t-shirtje. Dus ga maar na, je gaat naar de HM en je ziet al die t-shirtjes en al die broeken hangen. En je rekent 2500 liter voor een t-shirtje en 8000 voor een broek. Voor hoeveel liter water er eigenlijk opgeslagen ligt in de kleding in één zo'n winkel? Of in je eigen kledingkast? En een snelle rekensom die laat dan zien, even kijken, alle producten die we elke dag gebruiken, plus de diensten, plus dagelijks 160 liter in en om het huis. Check, check, dan komen we op. Schrik niet, 4000 liter per dag. 4000 liter per persoon per dag is er nodig voor de gemiddelde Nederlander, voor jij en, en ik, hoe wij leven, om dat in stand te kunnen houden. Dat is zo'n 30 badkuipen vol. Dat is echt een enorme hoeveelheid water. 4000 liter, had jij dat gedacht? Dat is dus onze watervoetafdruk. Met die maat berekent Rick welke claim we leggen op zoetwaterbronnen. En we kijken dan naar de verschillende bronnenwater die we gebruiken. We drukken dat heel simpel uit in drie kleurtjes: In groen, blauw en grijs water. Groenwater dat gaat over regenwater. Regenwater dat valt als het regent op het land. Valt het in de bodem, daar kunnen planten het gebruiken. Die planten die kunnen wij dan vervolgens uh, weer opeten. Of we geven het aan de dieren die wij dan vervolgens weer opeten. En dat is ontzettend belangrijk dus voor de landbouw. Daar wordt onze voedsel van geproduceerd. Blauw water is water dat we halen uit meren, uit rivieren. Uit grondwater ook, uit putten. Water dat we in en om huis gebruiken. Op het werk gebruiken of in de fabriek, dat is ook blauw water. En ook voor de landbouw, nogmaals, is ook het blauwe water heel belangrijk. Want als het niet genoeg regent, dan sproeien we om dat tekort aan regenwater eigenlijk op te vangen. En dat sproeien doen we vaak dus ook met water uit meren en rivieren. En dan is er nog grijs water. En grijs water is een maat voor vervuiling. Die kijkt eigenlijk hoeveel water er nodig is om de vervuiling die er plaatsvindt te verdunnen. En die tellen we bij elkaar op: groen, blauw en grijs. Om dus te komen tot die 4000 liter per persoon per dag in het geval van de gemiddelde Nederlander. Die 4000 liter komt ook lang niet allemaal uit Nederland. Meer dan 90% hiervan, dus 3600 van de 4000, die halen we uit het buitenland. Want veel van de producten en de spullen die wij kopen, die we dragen, die verbouwen wij hier niet in Nederland. Denk maar even aan die katoen, dat groeit hier niet in de polder. Dat halen we bijvoorbeeld uit India of uit China. Waar de katoen is verbouwd en waar het dus ook water heeft gekost. En de kleding die daarvan gemaakt wordt, die importeren wij en die kopen wij. Onze aardbeien die halen we bijvoorbeeld uit Spanje. Of nootjes uit Iran. Of suikerriet uit Pakistan. En zo kun je voor ieder product zo gek niet bedenken waarvan over de wereld we het wel vandaan halen. En dat is echt bijna overal. Wij halen onze spullen echt van over de hele wereld. Hoe erg is het dat we per persoon 4000 liter water gebruiken? Om die vraag te beantwoorden moeten we kijken hoeveel water er beschikbaar is. Als we naar onze planeet kijken, echt op wereldschaal. Hè? We hebben een hele blauwe planeet. We hebben water zat, zou je denken. Nou, en dat, dat klopt ook. We hebben ontzettend veel water op aarde. Het meeste is alleen zout. Dus daar hebben we niet zoveel aan. Het gaat echt om het zoete water. Dat kunnen we gebruiken. Dat is veel lekkerder om te drinken. Dat vinden plantjes ook veel fijner. Als we op wereldschaal kijken naar hoeveel zoet water er beschikbaar is. Dat is een hele hoop. En naar hoeveel water wij als mensheid gebruiken. Dan hebben we meer water beschikbaar dan dat we gebruiken. Oké, okay, nou dan hebben we dus toch geen probleem. Dat is fijn. Ah, helaas is het niet zo makkelijk. Het gaat er namelijk om wanneer en waar dat water beschikbaar is. Op wereldniveau is het misschien wel beschikbaar, maar het is niet op iedere plek en op ieder moment beschikbaar. Ga maar na. Wij hadden een hele natte winter. Het heeft heel hard geregend. Kunnen we ons misschien nog wel herinneren? Maar dat water daar hebben wij in de winter. Niet zo'n behoefte aan. De boeren, de landbouw is een hele grote watergebruiker, die wil dat juist gebruiken om de plantjes te sproeien in de zomer. Dus er is een mismatch in de tijd. Hetzelfde in de plaats, in de ruimte. Het kan wel zijn dat er hier in Nederland nog best wel veel water is, maar daar heb je niks aan als jij een boer bent in India die daar zijn boontjes wil sproeien. En daar zien we wel echt een grote mismatch. Er is veel minder water beschikbaar op bepaalde plekken, op bepaalde momenten, dan dat wij vragen op die plek, op dat moment. Je kan het ook vergelijken met de economie. De economie als geheel kan heel goed draaien, maar voor jou persoonlijk, voor jou en voor mij, maakt het vooral uit wat er met onze financiële situatie gebeurt. Wat gaat er bij ons iedere maand niet meer uit dan dat er binnenkomt? Als dat wel gebeurt, dan zitten wij in de schulden. Niet de hele economie, dan hebben wij een probleem. En zo is dat ook een beetje met water. Als planeet, als wereld, als geheel, gebruiken we niet meer dan er is, maar op heel veel plekken, lees dus in heel veel landen en op heel veel momenten. Gaan we wel degelijk in het rood? Is er wel degelijk een probleem en geven we meer uit dan er is? En dat is bijvoorbeeld het geval in, nou zeg, India. Maar ook al dichter bij huis, bijvoorbeeld in zuidelijk Spanje of in Italië en in Griekenland. Sterker nog, de meeste mensen op aarde wonen op een plek waar water schaarste. Hè, want dat noemen we als we meer water gebruiken dan dat er is, dan ontstaat water schaarste. Dat is al een realiteit voor meer dan 4 miljard mensen. Die wonen op plekken waar we dus al in het rood staan. En ook voor ons is dat dus relevant. Want zoals ik al zei, onze spullen komen van die plekken. Dus ook voor ons zou het van belang moeten zijn wat er op die plekken gebeurt. Een van de grote gevolgen van ons grote waterverbruik. Is de daling van het grondwaterpeil. Dat grondwater kun je eigenlijk zien als een spaarrekening. Dat water dat heeft over honderden, misschien wel duizenden jaren is dat opgebouwd in die grondwaterpakketten. En dat pompen wij er nu uit om dus de dingen te maken die wij kopen, dragen en eten. En dat doen we op zo'n tempo dat we die spaarrekening eigenlijk in onze generatie al leeg trekken. Dat betekent dus ook dat toekomstige generaties eigenlijk met een lege spaarrekening achterblijven. Nou ja, daar kun je je natuurlijk wel heel hard van afvragen of dat eerlijk is dat wij dat in één generatie zo doen. Het duurt ontzettend lang om die grondwaterpakketten weer aan te vullen. Dat kan honderden duizenden jaren duren. Dus daar is geen snelle oplossing voor, geen quick fix. Sterker nog, je kan zelfs zeggen, op is weg. Want op heel veel plekken, als we dat water eenmaal uit de grond hebben gehaald... dan stort die laag als het ware in. De ruimte tussen de zandkooltjes wordt minder... waardoor het niet meer water kan opslaan zoals het dat eerder wel kon. Dus onze spaarrekening is daarmee eigenlijk gewoon weg. Door de enorme druk die wij op watersystemen leggen met onze watervraag, maken we het dus moeilijk voor toekomstige generaties. En er ontstaan sociale spanningen. Die zelfs tot conflicten, soms zelfs gewapende conflicten, uitlopen over water. Want er zijn gewoon steeds meer gebruikers die steeds minder water onder elkaar moeten verdelen. En we leggen een grote druk op de natuur over de hele wereld. Denk maar na, waar heb je vandaag suiker in gehad? Misschien in de koffie, misschien een koekje, misschien in een drankje. Die suiker. Kan zijn geïmporteerd uit Pakistan. Wij importeren heel veel suiker uit Pakistan. De kans is ook heel groot dat die suiker daar verbouwd is in het indestroomgebied. In het indestroomgebied leeft een zeer zeldzame zoetwaterdolfijn. En die dolfijn is ontzettend bedreigd met uitsterven. Waarom? Omdat het leefgebied van die dolfijn ontzettend onder druk staat. Omdat er heel veel water uit de rivier gehaald wordt om precies die suikerriet te gaan beregenen, te besproeien waar de suiker van wordt gemaakt die wij, jij en ik vandaag hebben geconsumeerd. Nou kan ik me voorstellen dat als je dit verhaal tot nu toe gehoord hebt, dat het wat overweldigend is en ook wat negatief. Maar dat is zeker niet mijn bedoeling. Ja, er zijn veel problemen, maar het goede nieuws is dat er ook zeker wat aan te doen is. En als we bijvoorbeeld ook even denken aan klimaatverandering, maar zelfs als we onze CO2 voetafdruk heel erg reduceren en we nog honderden jaren moeten wachten voordat we daar echt de effecten goed van zien, is dat met water eigenlijk veel sneller. Als wij onze watervoetafdruk reduceren, dan kunnen we heel veel van de problemen rondom water die we zien gewoon oplossen. En binnen de technologische kennis die we nu hebben, kunnen we daar ook echt heel erg veel in doen. Uiteraard ligt daar een verantwoordelijkheid bij overheden. En ook bij bedrijven en zeker bij directe watergebruikers zoals boeren. Maar als er iets is helder geworden van mijn verhaal, hopelijk... dan is het dat ook ons gedrag daar een hele grote rol in speelt. Ons consumptiegedrag. En dan gaat het vooral om die indirecte watervoetafdruk. Daar is het grootste verschil te maken. Water besparen we niet onder de douche. Water besparen we in de winkel. Goed. We kunnen water besparen door water duurzaam te consumeren. Maar hoe weet ik als ik in een winkel sta... welke producten mijn watervoetafdruk... Buitensporig vergroten. Of juist niet. En daar loop je al heel snel tegen aan. Hoe kun je nou als consument een geïnformeerde keuze maken? Wat voor kleren koop je? Doe niet mee met fast fashion, waarbij je iets koopt en je het één keer draagt en het daarna weer kwijt bent, want het heeft wel al dat water gekost in de productie daarvan. Een vegetarisch dieet bijvoorbeeld heeft al een 40% kleinere watervoetafdruk dan een standaard dieet met vlees. Deze informatie over watergebruik of waterimpact die staat helemaal niet aangegeven. Als jij naar een winkel gaat of naar een supermarkt, dat staat er niet. En die transparantie die is echt afwezig. Dat is echt een heel erg groot probleem. We kunnen dat wel vragen aan overheden of aan de producenten, dat ze die informatie wel aan ons geven. Want als we dat niet weten, als die transparantie er niet is, dan kunnen we als consument ook niet die geïnformeerde keuze maken. Dus daar moeten we echt heel hard aan werken met z'n allen, dat we dat wel kunnen gaan doen. Dat vergt wel echt een verandering van ons gedrag. En misschien zelfs kun je nog breder trekken: een verandering van onze cultuur in wat we kopen, dragen en eten. Maar misschien ook wel in zelfs onze poëzie. En dat een gedicht, als waar we deze podcast mee begonnen, herinnering aan Holland, dat we die dan ook een beetje moeten bijschrijven. Zodat we niet alleen naar die risico's van overstromingen en een teveel aan water kijken, maar dat we ook die component van watertekort en watergebruik echt heel erg goed laten landen in die Nederlandse watercultuur. En ik kan wel een voorzetje geven. Denkend aan Holland zie ik wereldwijd rivieren. Overvloedig door goed beheerde landschappen gaan. Rijen watertransparante kruidenieren als toonbeeld van waterduurzame consumptie aan de einde, einde staan. staan. Dank je, Rick. Ja, nou ja, het is, een, uh, het is een voorzetje. En jij bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over een waterduurzamer garderobbe? Luister dan naar aflevering 170. Waarom kweken we straks onze kleding in de moestuin? En uh, tot de volgende!